En dan plotseling is daar zo'n nieuw automerk, zo'n nieuw Chinees automerk, BYD. En zo plotseling is het niet. Het is een speler die in de top zit als het gaat om het bouwen van volumes. Heel veel auto's. Het is een speler die in China heel groot is, maar die het doel hebben om de wereld te veroveren. Die zelfs op hele korte termijn kunnen uitgroeien tot de grootste EV-producent van de wereld. Jawel, dat BYD, Build Your Dream, je zou denken, in 1995 hebben ze het gesticht, hè, die onderneming. En toen hebben ze natuurlijk nagedacht, goh, hoe zullen we dat eens doen? Nou, dat klinkt wel leuk. Nou, nee. BYD, dat staat voor een van de hobby's van de grondlegger. Ik heb met een Chinese medewerker gesproken. Hij zei, we mogen absoluut niet vertellen hoe het zit. En pas jaren daarna hebben ze bedacht, ja, er moet een soort slogan onder. En toen hebben ze bedacht dat dat Build Your Dreams moest zijn. De auto is groot, 4,90 meter lang. Heel veel bagageruimte. Een echte SUV, gezinsauto ook. Ik heb een beetje gekeken naar de prijzen. Hij is namelijk al in de verkoop in Noorwegen. En ook daar variëren de prijzen een beetje. Maar ik kwam uit op ergens tussen de 60.000 en de 70.000 euro. Reken je hem om vanuit Chinese valuta naar Europese, dan zit je ergens tussen de 43.000 en de 48.000 euro. Wat gaat die nou kosten in Nederland? Ik heb geen flauw idee. Zoals die er hierbij staat, met dikke wielen, 22 inch, helemaal full spec uitgevoerd, lijkt me onder de 65.000. En krijgen ze een basisversie onder de 60.000 euro, dan hebben ze iets in handen dat absoluut verkoopbaar is. We gaan gewoon even rijden. Kom, mee aan boord. En deze Tang, een beetje een rare naam, hè? Tang. Het hoort overigens bij een van de dynasties, de Chinese dynasties, heel lang geleden. Uit de tijd dat de Chinese muur werd gebouwd, had je allemaal van die soort van koninkrijkjes. En dan had je de Han en de Dynasty en de Tang Dynasty en de Atto Dynasty. Nee, die laatste niet. Atto 3, dat is het volumemodel van Build Your Dream, dat is een soort snelheidsbenaming. De Han en de Tang, dat zijn Chinese dynasties. Nee, je moet iets bedenken, tenslotte. En dit is leuk bedacht, vind ik. Wat heb je liever, liggend of rechtop? Het zit in alle drie de nieuwe modellen van Build Your Dreams. We gaan hier rechtsaf. Ja, accutechniek. BYD is ontstaan als accubouwer in 1995. En dat deden ze voor allerlei telefoonfabrikanten, laptopfabrikanten. Jij en ik hebben al lang gewerkt met apparatuur waar BYD accutechniek in zat zonder dat we dat wisten. En uiteindelijk hadden ze wel door daar. Hey, die accu's die kun je natuurlijk ook niet stoppen met wielen. Inderdaad, een auto. En dat gebeurde uiteindelijk. We begonnen natuurlijk met hybrides, verbrandingsmotor in combinatie met een accu. En uiteindelijk nu dus diverse EV's. En dan ga ik in de video van de Atto 3 wat dieper in op de Blade Battery. Maar het komt er in het kort op neer dat de temperatuurhuishouding van dergelijke accu's en de compactheid, dat zijn de unieke zaken van die ontwikkeling. Dus dat betekent dat je min of meer dezelfde capaciteit van een accu uit minder volume kunt halen. En dat maakt die auto misschien wel wat lichter, maar dat maakt hem vooral interessanter voor de designafdeling. Want dan hebben ze dus minder om rekening mee te houden en uiteindelijk die auto groter te maken qua binnenruimte of qua fraaiheid. En daar mogen jullie zelf over oordelen hoe fraai die is. Ruim is die in elk geval wel. 4,90 meter, als je hem dan zo ziet staan of rijden, dan lijkt hij eigenlijk nog wel groter. Dat hebben ze knap gedaan, of misschien ook niet. Maar in China is het zo, hoe groter je auto is, hoe groter jij als persoon bent. Hè. Vandaar dat je daar heel veel verlengde auto's hebt. Modellen die wij in Europa kennen, een 3-serie, een Passat, en die hebben ze dan verlengd. Terwijl de gemiddelde Chinees niet zo groot is. Grootsheid, daar gaat het om. En daarom oogt deze Tang fors. Hij heeft veel binnenruimte. Het rijdt goed. Het rijdt gewoon goed. Het springt er niet direct extreem uit. Maar zo die eerste kilometers die ik hier op vliegveld Valkenburg rijd, heb ik nou ook niet de indruk dat hij ergens tekort schiet. Hij heeft ook weer die Brembo remmen. Zij is heel trots op. Hij zou van 100 naar 0 afremmen in 36,3 meter. Dat is echt een hele goede score. Er zijn veel Europese auto's die dat zeker niet redden. Waarom hebben ze gekozen voor die Brembo remmen? Nou, ik denk dat het heel simpel is. Ze moeten een toeleverancier hebben. Dus neem er dan een met naam. Dan creëer je meteen imago. En dat is dan dus
is dan dus ook gebeurd. Dus uiteindelijk voordeliger dan het zelf ontwikkelen natuurlijk van remmen. Het inkopen daarvan. Je zit goed op grote stoelen. De auto is heel compleet uitgevoerd. Het is natuurlijk nog steeds eventjes afhankelijk van de prijspositionering. Die wordt later bekendgemaakt. Daar doen ze ook absoluut geen uitspraken over. Maar houden ze die scherp? En ik vermoed dat ze dat doen. Ze zijn namelijk nieuw. Ze hebben dat imago. Vanuit Azië is alles scherp geprijsd. Veel waar voor je geld. Als dat lukt, en als je dan eventjes kijkt naar die bouwkwaliteit. Hè, hoe dit zit. Een hoop vegan spul wat lijkt op afkomst van een dier. Maar dan dus niet is. Maar het is mooi gemaakt. Het doet in geen enkel opzicht onder voor de goede merken die we kennen uit Europa. Hè. Denk aan Audi, BMW en Mercedes. Mooi gemaakt. Zit strak in elkaar. Ik hoor geen rare piepjes of kraakjes. Je kunt zelfs het exterieur, de exterieurakoestiek, hè, die voetgangers moet waarschuwen dat je eraan komt. Die kun je zelfs instellen, het ene deuntje of het andere deuntje. Het zijn van die grappige vondsten die de Chinezen bedenken. Hè. Het mag wel wat meer zijn dan alleen maar autorijden. En er is nog zo'n autofabrikant die dat doet. Inderdaad, Tesla. En bij BYD zien ze Tesla dan ook als de allergrootste tegenstander. Het gaat, voor zover ik de optiek van de engineers van BYD mag geloven, tussen die twee merken in de toekomst. Elektrische auto's, BYD of Tesla. Nou, moet allemaal blijken, maar aan deze tang ligt het in elk geval niet. Tang.